Xander van der Wulp, is het sturen van die marechaussées, die zijn niet gewapend. Is dat wel veilig? Nou, Jeroen, dat was ook een belangrijke vraag tijdens het Kamerdebat vanochtend daarover. In dat debat werd duidelijk dat het op korte termijn eigenlijk de enige optie is. Er wordt ook gewerkt aan een internationale bewapende missie. Maar dat kost veel meer tijd en het kabinet heeft haast, want net als veel mensen in het land wil het kabinet zo snel mogelijk naar die rampplek toe. Het heeft lang genoeg geduurd en daar horen risico's bij. Dat gaf premier Rutte ook toe tijdens het debat. Onbewapend naar een conflictgebied. Moet je dat wel willen, vraagt de Kamer zich af. Want ondanks afspraken met de strijdende partijen, garanties voor de veiligheid zijn er niet. Wat zijn de afspraken met de separatisten waard indien er geen samenhang is tussen die verschillende gewapende groepen? Want in de pers vanmorgen zegt separatist Cavateratze dat sluipschutters in de bossen rondom de plek van de ramp liggen. Wat zijn de consequenties van dit soort berichten en hoe worden die gewogen? Er wordt vanaf maandag niet meer gevochten, maar een bestand is er nog niet. Is dit zonder risico? Nee, het is niet zonder risico. Moeten we dit doen? Ja, we moeten dit doen, naar mijn absolute overtuiging. Omdat ik vind dat we ook in de huidige context, waarin we dus nog geen meer stabiele situatie hebben, er alles aan moeten doen wat mogelijk is om onze mensen terug te halen. Maar de vraag dringt zich op, moet je niet meer doen? Ik zeg nu al dat wij het meesturen van slechts 40 onbewapende marechaussées naar een oorlogsgebied onverantwoord vinden. Er moeten special forces mee. Dat zeg ik ook echt in de richting van de heer Bontes, omdat hij zei mij uit het hart gegrepen is. Dat mag ik hem best vertellen. Ook ik denk natuurlijk wel eens een keer, send in de Marines. Maar volgens Rutte is het risico op escalatie te groot. Want als je daar naar binnen zou gaan, met een grote militaire aanwezigheid, dan hebben wij ons de vraag te stellen wat dat betekent voor de mate van provocatie die dat in zichzelf, zo'n grote militaire aanwezigheid, zou geven ten opzichte van de mensen die daarmee in de macht te hebben. Via stille diplomatie hoopt hij een bewapende missie alsnog mogelijk te maken. Ja, dan is de vraag, Xander, hoe realistisch is zo'n internationale bewapende missie? Nou, het lijkt heel realistisch. Premier Rutte wil er al dit weekend duidelijkheid over. Allerlei voorbereidingen worden al getroffen. Maar het is ook wel een hele ingewikkelde kwestie. Want bijvoorbeeld de separatisten in Oost-Oekraïne en ook de Russen moeten er ook mee instemmen. Wat is verder de rol van de Tweede Kamer nu nog? Nou, het kabinet heeft eigenlijk de vrije hand dit weekend. En als er dan inderdaad besloten wordt tot een internationale missie, dan zal het parlement, de Tweede Kamer, daar begin volgende week mee instemmen.